Wat je gaat zien is een soort van behendigheids- of een belevingsparcours. Wika is hier nog maar enkele dagen bij mij en ik ga toch een aantal hindernissen binnenzetten, gewoon om haar te laten kennismaken. Dus hier dat brugje, dat is eigenlijk de bedoeling om zo zelf in de auto te kunnen gaan. En ze loopt daar zelf over zonder dat ik haar dat gevraagd heb. Over het trapje stappen is iets wat zij op dit moment niet doet. Dus daar ga ik dan iets van kip voor moeten nemen of een beloning om haar daarover. Het is absoluut niet de bedoeling dat zij er gaat overspringen. Want voor jonge pups op die leeftijd is natuurlijk springen of veel springen en trappen lopen niet goed voor de spieren en de gewrichten. Dus ik ga haar gewoon vragen, eventueel met behulp van een snoepje, om een aantal hindernisjes te doen. Gewoon dat zij gewend wordt aan die zaken op een leuke en speelse manier en dat zij die dingen leert kennen zonder daar eigenlijk over na te denken. Dus je ziet dat ze een aantal dingen gewoon doet voor een snoepje, maar dat ze dan ook uit zichzelf die dingen doet. Dus dat gaat eigenlijk meestal heel gemakkelijk en heel snel. Er is eigenlijk maar één regel en die is ook wel heel, heel belangrijk. Alles mag en niks moet. En misschien de tweede regel, er is totaal geen dwang. Komt een beetje op hetzelfde neer. Dus de pup moet alles uit zichzelf doen. En als hij ergens weigert, dan gaan we er zeker geen druk op leggen. Dus hier heb ik een belevingsparcours buiten, hetgene wat ik ook in mijn puppyklasjes doe. De bedoeling is om de pup met verschillende ondergronden contact te laten te maken. Zaken die buiten in het dagelijkse leven tegenkomen. Dus al een betontegel, boomstammen. Je ziet dat ze dit hier niet echt durft. Maar het belangrijkste is dat het ook niet moet. Ik ga ze proberen te overtuigen met behulp van iets lekkers. Maar als ze er nog niet klaar voor is, dan stopt het daar. Dus ik probeer een paar keer om haar te laten proberen. Maar ze vindt dat op dit moment, het is ook de allereerste keer. Ze is echt nog heel jong. Ze is hier nog maar 9 weken oud. Dus ik geef haar gewoon de tijd om het op haar eigen tempo te ontdekken en te beslissen of ze dit wil en aandurft. Het is overduidelijk dat het niet lukt, dus nogmaals, dan is het belangrijk om er ook mee te stoppen. Het versnelde video in het begin van het filmpje, dat is de tweede poging en dan gaat ze er al zonder probleem over, wel nog met behulp van iets lekkers. Hier een palet en dan verschillende ondergronden van rubberen matten en kokosmatten en plastiek en matten met gaten in. Gewoon, ja, ze loopt sowieso al over de steentjes ook, zoals je ziet. Gewoon om haar in contact te brengen met verschillende mogelijke ondergronden die er in het dagelijkse leven kunnen zijn. En dan zo eens een keer in een autoband klimmen, overklimmen. Gewoon omdat het ook leuk is, maar nogmaals om zaken te leren, een beetje behendigheid, het evenwicht te oefenen, maar vooral om haar op een speelse manier dingen te laten ontdekken, te beleven, zodat ze ook zelfzekerder wordt, mocht dat niet het geval zijn. Alles draait namelijk om die zelfzekerheid. Het mag nergens angst opleveren. Het moet echt iets leuks zijn en waar de pup van leert dat die zaken doen echt wel de moeite zijn. Dus je zag dat ze het eventjes wat moeilijk had om door die band te gaan. Het is ook eigenlijk omdat ze zo klein is nog heel moeilijk. Dus ja, dat is allemaal leuk. Wat houten paletjes of houten plankjes, dus ook weer dingen die ze misschien op een wandeling zal tegenkomen. Dit trapje dacht ik van dit gaat absoluut niet lukken, is veel te klein. Dus ik dacht, oh, we stoppen daarmee. Maar zonder dat ik het eigenlijk had voorzien, gebruikt ze dat trapje wel. Nogmaals, veel trappen doen is absoluut niet gezond voor jonge pups en mag je absoluut niet doen. Maar aan de andere kant, ze moet ook leren om trappen te nemen zodat ze er niet bang van is. Dus een paar trapjes om ze daar eens mee te leren omgaan is zeker wel belangrijk. Hier zag je haar schudden. Nu, aan de ene kant heeft ze een lichte oorontsteking, maar het kan ook een beetje een stresssignaal zijn omdat ze in de buurt van die grote hond kwam. Dit is een techniek waarbij ik lowing doe, haar lok rond de kegel. En ik wil dat gewoon hier eens een keer doen, omdat ik dat ook ga later gebruiken in andere oefeningen. En dan zo'n evenwichts
ding, geen idee hoe dat noemt, om gewoon haar proprioceptie, haar evenwicht een beetje te testen. En dan weer over paaltjes stappen. Nogmaals, het is niet de bedoeling om al te springen, maar gewoon erover stappen als leuke bezigheid. Die tunnel kende ze al van bij haar thuis als puppy, dus bij de fokker. Dus dat was geen probleem. Een paraplu, omdat dat dus iets is waar ze gaat mee in contact komen tijdens de wandeling. En je ziet dat dat voor haar allemaal geen stress veroorzaakt. Ze vindt het allemaal leuk. Nogmaals, ik doe het op een speelse, rustige manier, zodat ze zeker geen bang krijgt van die zaken. Het is echt de bedoeling om op een ontspannende manier met verschillende prikkels in contact te komen en zo allerlei zaken te beleven op het tempo van de pup zelf. Nogmaals om te eindigen, alles mag, maar niets moet. Dat is het belangrijkste wat je hier moet onthouden. Veel plezier met jouw pup op het belevingsparcours.